Ik studeerde in Groningen in die tijd sociologie. Dat bleek dus niet de juiste keuze te zijn. En vervolgens heb ik een beroepentest gedaan. En daar kwam dus letterlijk uit van, jij moet goudsmid worden. En achteraf gezien, het zit wel in de familie. Mijn opa was fijnmechanicus. Mijn oom was horlogemaker. Dus als je het zo bekijkt, is het wel logisch dat dat eruit kwam. Maar ik vond het toch wel heel verrassend. Mijn werk bestaat uit het maken van ringen, broches, hangers. En dan wel in een bepaalde stijl. Die stijl heb ik ontwikkeld in de loop van de tijd. Maar als je nu kijkt naar mijn werk in de loop van de jaren, dan kun je wel zien van, hé, dat is werk van Batman. Naar aanleiding van die objectjes, ja, word je ook gevraagd soms door bedrijven van, hé, dat is leuk. Kun jij ook iets voor ons bedrijf maken? We hebben intussen 2 boekjes gemaakt over mijn werk. Dus dat zijn prachtige naslagwerken. Eigenlijk is het een redelijk eenzaam beroep. Maar niet voor mij, want ik zit natuurlijk in een bevoorrechte situatie. Je bent altijd omringd door mooie dingen, leuke mensen. Ja, het is gewoon altijd wat te doen, dus dat is wel geweldig. In februari bestaan wij met de galerie. En dat wil dus ook zeggen, ik als goudsmid 35 jaar. Ja, mijn werk is mijn leven. Dus die man die tegen mij toen heeft gezegd van, weet je wat jij moet doen? Jij moet goudsmid worden. Nou, die mag ik best dankbaar zijn. Karel Batman, goudsmid te Enschede sinds 1979. Formidable, formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.